moet over het vliegveld, jongens. Maar dat is een beetje Steven Spielberg. Ja hoor. We zijn een vrachtje Fouten Peters aan het laaien. Mijn knapste collega Peter. Die staat ook hier. Ik kan even filmen dat hij wel een beetje aan het werk is. Dat zie je niet vaak hoor, dit is een bijzondere opname. Zo, vrachtje vuilcontainers erop. Die zijn van Frankrijk, die gaan we wegbrengen. Maar eerst gaan ze ze in het beton laten zetten. Dus dan komen ze in een betonbak en in het geel nemen we die mee. We gaan de documentjes die erbij horen ophalen en kijken of Peter ook klaar is. En dan gaan we weer op pad. En een bakje koffie natuurlijk. Nou, de vuilcontainers zitten erop. Zoals je ziet zitten ze nu in het beton. Alles netjes geladen. Staat op houtjes, paaltjes ervoor. Rubbertjes eronder, zoals het hoort. Dus op naar Frankrijk. Bij Dijon, nog een klein uurtje of een uurtje, dan gaan we lossen, dan gaan we de vuilcontainers lossen. Ik heb Peter nog achter me, kijken of je hem kan zien, die is net aan het inhalen, heel stoer. Dus daar rijden we saampjes daar naartoe. We zitten op de route Soleil, maar dat ding is ver te zoeken in Dijon. Dus, hopen dat hij nog komt. Je bent al in beeld, hè? Hoe ken ik hem dichterbij, hè? Oh, ik heb hem. Ah ja. Hier is brozend werk. Is ook nieuw. Maar ja, oké. Okay. Dan worden de bakken gelost. Ook dat doen we bij Florage. Je ziet het. Geen bak is te hoog. Nou, alles weer kunnen klaarmaken voor het stroladen voor straks. Bandjes netjes oprollen. Plankjes eraf. Auto weer helemaal mooi schat. Maar dat is een beetje Steven Spielberg. Ja hoor. Mooi afgezeild wordt het. Blijft lekker alles mooi droog en schoon. Jammer dat je alles uit moet leggen aan die broers, maar voor de rest is het beste, man. En dan is hij weer beneden en dan gaat hij hem even afdoen. En dan is het allemaal weer mooi. Nou, zijn we weer. We gaan bestrogen laaien nu en dit keer gaan we niet naar Nederland, maar we gaan naar Zwitserland. Dat doen we ook wel eens, bij een Zwitserse spoel lossen. Een klein vrachtje erop deze keer. Deze keer netjes 4 meter, niet te lang. We hebben het netjes voor elkaar. Nu is even een briefje gehaald voor de kilometers. Moeten we invullen om tol te betalen. Maar mijn pasje was verlopen, een nieuw pasje. Kenteken mee, een nieuw pasje maken. Morgenochtend de papiertjes en dan gaan we de grens over. Dus voor nu gaan we eerst eens even eten en een douche. Lekker. Goedemorgen. Kijk, ik ben net zo rijden in het kantoor, alle papieren gedaan. Gaan we in de rij aansluiten. Bij de Zwitser geweest, bij de Fransman geweest. Kijken of we overkomen. Spannend moment, maar goed. Zoals je ziet zijn we in Zwitserland, dus we gaan 20 minuutjes voorbij Luzern. Dan gaan we daar die boer even blij maken, want die wil ook gewoon mooi stro van Nijse forages. Ook daar weten ze dat. Nou, dat is broos weer. Ik moet over het vliegveld, jongens. je maakt wat mee, hè. De boer zit precies op het hoekje. Er komen geen vliegtuigen aan, zegt hij. Nou, even over de start- en landingsbaan aan de achterkant van de schuur erin. Het is toch fantastisch. Kijk of er geen straal aan gerand komt. Hoppakee. En dan is daar zijn schuur. Nou, we gaan even knutselen.
je veel ziet in Zwitserland. Dan hebben ze een kraan, hier rijdt de stal in en een man is er boven in het dak. Die haalt zo de stroopbalen eraf. En dan zet hij ze netjes neer. Heel praktisch en dat scheelt heel veel ruimte. Dus alles boven op de zolder. En zijn vrouw dirigeert eventjes op de balen om de kraan goed te leiden. Een mooi Zwitsers bruinvee. En een gemooide slaapbak. Kom op jongens, melk maken. Kom op. Kijk eens jongens, Zwitserse chocolade en café. Dan is het goed. Nou, we ruimen inmiddels Zwitserland weer uit. We hebben gelost bij de boer natuurlijk, het stro. En inmiddels heb ik een vracht staal erover opgeladen. Die is weer van Noord-Frankrijk, dus we gaan nu terug naar Basel. En dan papieren vrijmaken, de vracht vrijmaken. En dan gaan we naar Noord-Frankrijk. Nou mensen, nog eens papierwinkel gedaan, even alle spanbanden nagetrokken. Dat alles weer goed vast zit, het zakt een beetje in elkaar af en toe dat spul. Maar dan gaan we Frankrijk weer in. Dus, zo, tijd om te eten en te slapen. Lekker. Nou, dat was het weer voor deze keer. Vinden jullie het leuk? Like ons op Facebook, YouTube, Tinder, maakt niet uit. We staan overal. Tot de volgende keer.